Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Nou, goedenavond allemaal. Klein gezelschap. Misschien heeft het wel wat te maken met het onderwerp van vanavond, Why the Left Loses. Mijn naam is Lennart Boy, ik ben de moderator hier vanavond. Even los van onze gasten, zijn er mensen in het publiek die alleen maar Engels verstaan? Are there people in the audience who have only the understandability of English? Nee, we kunnen dus met elkaar ook Nederlands praten. Dat is fijn, want we hebben een bilingual program. We hebben twee gasten uit het buitenland die we straks vragen om een korte introductie te geven. And I will introduce them in a short minute. En dan praten wij met een Nederlandstalig panel door over de vraag wat dit nou voor Nederland betekent. En de analyse, Why the Left Loses, proberen we natuurlijk te voorzien van antwoorden. Niet alleen maar prachtige analyses zijn we naar op zoek. We proberen ook antwoorden te vinden wat er dan wel zou moeten gebeuren. Then I switch to English to introduce our two distinguished foreign guests. First, Ron Marmary, you are a senior lecturer at Flinders University, Australia. And you do a lot of research on social policy and policy making, especially on the social democratic and more broader sense, the left politics developments over the last year. And then we have Paul Kennedy, you're a lecturer in Spanish and European Studies at the University of Bath in the United Kingdom, and also the author of The Spanish Socialist Party and the Modernization of Spain. And you are the co-author of Podemos and the Art of the Possible. And you both co-authored this book, Why the Left Loses. And you have invited a lot of people from all over Europe, UK and also Australia, to comment on this question. And that means that you have made a book with a lot of diverse visions. But I think it's good that you start to give us a general introduction on this question and how you think we can find the way back, or maybe it's just a dead-end street. So let's start with Rob Manwaring. May I introduce you and ask you to join the floor. Rob Manwaring. What you prefer, but if you like to stand, you can use the microphone there. I have some notes. Yeah? Maybe that will help. Okay, let's do that. Excuse me a minute. Okay. Hello and good evening. And my apologies for not speaking Dutch. I am sincerely apologetic about that. My neighbor is Dutch, and she would be appalled to know that I haven't even learned some rudimentary terms. But before I start, can I just thank all of my colleagues, to René, the people at Dubali, and all on the panel tonight for talking about this question and inviting us over. So we're very, I'm really delighted to be invited here and to talk to you a little bit about the book. So my name is Rob. I teach politics in Australia. I come from England originally, but I can do an Australian accent for you. So g'day, beauties, just my Australian for you. But I'm going to talk a little bit about Australia as well. Let me just say something about the book and why we wrote it, or why we edited the book, and what we were trying to do. I did my PhD in Australia a number of years ago, and I wrote a book on my PhD about the relationship between British and Australian Labour and democracy. And it was a book that no one read or bought. So I wanted to be involved in a book that people would read or would engage with or think about. And so the point of the book is short, kind of crisp chapters that people will engage with and think about. And that was the kind of the aim of the book, to do that.
So it's kind of designed for a generalist audience, really. And the book has some problems with it, but we want it to be a target. So the thing that I'm most interested in is kind of the discussion. So one of the things is I don't want to talk for too long, but I'll just tell you about, I want the kind of discussion about this question about why the left are not doing very well. What prompted the book for me was a speech that David Miliband gave in 2011. So David Miliband at one point was going to be the next Labour, the leader of the British Labour Party. And David Miliband gave a speech in 2011 at the London School of Economics, and he said basically, why are the left losing? And in his speech, which I kind of talk about in the book, he gives a state of the left. He gives a kind of state of play about the large, traditional, mainstream, social, democratic and Labour parties and how are they doing. And basically, they're not doing very well at all. And I thought what might be useful would just to give you a kind of reflection about where they are. And some of this you'll know about and some of this you'll be familiar with. But I think it's worth restating or just getting a sense about where the sense of the centre-left are at. So in the UK, Jeremy Corbyn is the British Labour leader. And at the last general election, they had a bit of a renaissance, so they're doing a little bit better. But they've now lost three elections on the trot. So British Labour are not doing particularly well. And there's no guarantee, even though Theresa May is a terribly weak and dreadful Prime Minister, and we're dealing with all the consequences of Brexit, that that British Labour will win, even under Jeremy Corbyn. So that's not a great situation in Britain. In France, as you would know, Emmanuel Macron won the presidential election in 2017. This is the second time that the PS, the Parti Socialiste, have not made it through to the second round of the presidential elections. And under Benoît Hamon, I think it's the worst result that the PS have scored in a presidential election since the Second World War, and which is quite interesting to think about why Hamon did so badly. So, and there was also an argument that François Hollande, in one sense, had a terrible time as French president in lots of ways, very unpopular, and the first sitting president not to seek a second term again since the Second World War. So again, in France, it's not a great story. Germany, it's complex, but the main story there is that the SPD, by and large, have been unable to lay a glove on Angela Merkel. Merkel remains probably one of the most dominant figures in kind of German politics. And the SPD, even with the hopes of Martin Schulz, were unable to really kind of puncture that. So again, this is a story. It's difficult for the SPD because they have been in and back in grand coalition with them, so they are in office of sorts, but it's not a story of the dominance of social democracy. In Italy, it's been a fluctuating fortunes, and the election that we've seen particularly the dominance of the Five Star Movement and also kind of fascist far-right parties, and the centre-left coalition are out of office after, and their vote was just under 20% in the election. The Netherlands, that's not a happy state of affairs, is it? Which I'm going to pass over to my colleagues to kind of talk about. But of course, the PvdA scored, just 5.7% of the vote, which is an extraordinary story. So in one sense, I've come here to listen to find out what's going on there. In Greece, you have the story of pacification. The PASOK have disappeared, have been obliterated off the map. And whether they come back, is that the outlier about what's going to happen to the social democratic parties? Spain is not a great story. Paul's going to talk to you about Spain and how dreadful things are there. And we can say in New Zealand, so we also look outside mainstream Europe as well. And that's one of the things we aim to do in the book, is we think the story is more interesting than just kind of Europe. So we look at New Zealand, and of course they've got a new, very exciting Labour leader in Jacinda Ardern. But except the story there is Labour were unable to beat John Key, the national or the liberal kind of coalition MP, for election after election. So they have bounced back, but only just. And there's a structural problem with the vote of the Labour Party. In Australia, where I'm based at the moment, the Labour Party won the 2007 election. There was a rebirth of social democracy under Kevin Rudd. It was all very exciting. Then it went terribly wrong in 2010, and now they're out of office. They may win office again, but it's a very uncertain kind of state. In Norway, since the dominance of the era of Jens Stoltenberg, Iron Erna in Norway has been dominant in the kind of centre-right there. So generally speaking, if you take the kind of large mainstream industrial kind of countries across Europe, then this is not a happy kind of story. But there are exceptions. We had a panel earlier this week on the book, and a colleague, Eunice Goes, who's Portuguese,
will tell you about the Portuguese example. And under Costa, the coalition there between the Social Democrats and the Communists has been quite successful of sorts. And Sweden, you have this story where they're kind of in and out of office and kind of holding on. So the point is, if in my survey of the centre-left and what we do in the book, it's not a happy story. Is it a trend, though? So this is what kind of questions that political scientists ask. The answer to that for me is yes and no. Some of these cases are specifics, problems to the specific countries. Some of them are clearly about the crisis or the identity crisis of the centre-left. I think it was the early 1990s, which René will talk about, is that at one point 15 of the 17 then EU member states were led by centre-left governments. So this was the high point of social democracy in one sense in Europe, and since then it's been a poor story. So then all I would just say to finish up really, once that depressing state of affairs, is then we try and talk about that in the book. And how do we answer that question? We look at three main themes. So we look at institutional and structural factors. So we look at the electoral system, we look at the kind of sociology of the vote, and we look at these kind of institutional questions like the relationship between the party and the trade unions and say, well, is that part of the problem? We look at agency, so we look at leadership. Is it a problem because there's a new crop of really bad, dreadful leaders? Or is there something else there? And the leadership story is really interesting because Ed Miliband, who was the British Labour leader, seemingly was quite a popular figure, but also managed a kind of poor leadership. And then lastly, and probably the most important for us, and this is maybe what the discussion might be, is it is a crisis of ideas. That in one sense, we don't really know what social democratic parties stand for anymore, and they are unable to find this kind of story about there. So it's all a bit gloomy. Hopefully it won't be a gloomy evening and we can have a drink and discuss this all. But I kind of asked the question then, this is the state. And my question is, well, why is the left losing? And perhaps we have some tentative answers. Thank you. Rob, thank you so much. So let's have that question for Paul Kennedy then as well. I already gave you a short introduction on your background, also one of the co-authors of the book, and you're going to focus a little bit more on the situation in Spain. Yes. So please, floor is yours. Okay, thanks for everybody turning up, first of all. It's so nice to see so many people here, yeah? Because you always wonder about these sort of events, whether people will actually turn up. The odd thing about this, when Rob and I started talking about this book, our big fear, and at the same time our massive desire, was that this would be an old-fashioned title to the book, which was proved wrong by reality by the time that the book came out, i.e. that the left would start winning by the time that... But unfortunately, we were spot on originally because the left continued to lose. The other thing I'd say, if any of you are sort of tempted to throw yourself in one of the canals here in Amsterdam, I would recommend you do what me and Rob did and actually edit a book on the left, because it was a very depressing thing to do in that it was just a million different ways of how to lose, really. Each country had its own intrinsic story to tell, but they were all equally depressing. So much so that, I mean, I was talking to... Rob just mentioned the other day, we're at the Political Studies Association conference in Cardiff earlier this week. And when our Portuguese colleague, Eunice Goes, actually gave a very sort of optimistic view of how things have gone in Portugal, despite the difficulties involved in an alliance which she said is called the contraption. So it gives you an idea that it's not something which is sort of intrinsically a good thing with mileage in it. But she was very, very positive about it. But it confused us all, because we were so used to listening to these sort of dreadful stories. It was a bit of a shock. The socialist case is another depressing one, I'd have to say. I don't think there's any way I can dress it up. Just to give you a little bit of background as why I say it's so depressing, as recently as, well, it's already 10 years ago. 10 years ago, the Socialist Party in Spain obtained the largest number of votes it ever had obtained in any election at all. In 2004, it had broken its record. It had a previous record, in fact, in 1982, of having obtained 202 of the 350 MPs. So this was a party which was used to winning, and as recently as I say, 10 years ago. To give you an idea of how things have gone badly since then, by 2016, that vote of over 11 million had halved, more than halved.
So the party was in something of a crisis. I call my chapter Between a Rock and a Hard Place, because what I'm really talking about with regard to Spain's situation, and it's not unique, of course, the important thing that these case studies repeat similar themes, is that the dilemma within the party was whether to stick with, you know, the idea of one more heave. Can we just carry on as we've always done and wait for things to turn around and put us back in office? But then they had the additional problem that I'm sure you're aware of, the emergence of a new party in Spain, Podemos, who I think all things considered have been a positive factor on the Socialist Party in that they've simply forced the Socialists to up their game. That things were really so dire that having a competitor on the left, even if Podemos still have difficulties actually accepting that they are a party of the left, that's another story, has been good in terms of the PSOE realising how serious their crisis is. One of the things that I think is important in so many areas now, we talk about political cleavages of one sort or another, class or whatever, but I think the generational cleavage is increasingly important. The idea of young people being turned off from political parties, or certainly being turned off from older political parties. I was at a conference at Oxford last year, and I bumped into a guy who was a former leader of the Socialist Party. Former leader of the party, and he told me that his 20-odd-year-old children had said, "Listen, Dad, we would never vote for the PSOE. We don't even have any friends who we know who would vote for the PSOE." Yeah? So a whole generation have written off this old party, the party which has been in office more than any other in Spanish political history. And of course, there is competition from both Podemos and from also the centre-right Ciudadanos, Citizens Party. It may seem odd that a centre-right party may attract support from those who have voted for the Socialists, but they have the attraction of being new, of not having been in office, of having quite a clear position with regard to Spanish unity and so on. To continue with regard to the crisis, though, agency was one of the things that we were talking about, leadership, and the PSOE has been through a very bad leadership crisis over the last 2 or 3 years. Really over the question of whether or not the party should accept its diminished status and support continuation in office of a Conservative Party who, quite frankly, is up to here with cases of corruption of various sorts, but who, when all is said and done, still has, as I speak, 52 more MPs than the Socialists have. Following an election that took place at the end of 2015, there was a chance of the Socialists gaining office via an alliance with Podemos. Podemos refused to go into that alliance, so the thing fell. But I think it's worth remembering that Podemos are a very sort of sexy young party, Pablo Iglesias and so on and so forth. But Pablo Iglesias was quite happy to join in going the voting lobbies together with the Popular Party to prevent a socialist government in early 2016. So sort of it's marked in my little black book. One interesting question about the party is the current leader, Pedro Sánchez. He is somebody who has had a rocky last couple of years. He actually resigned from the leadership in October of 2016 due to the fact that he wasn't prepared to abstain in order to allow Mariano Rajoy to form a Conservative government. And he actually resigned his position as an MP at the end of October of 2016 as well. He disappeared into the sort of sunset, the idea being that maybe he wouldn't come back. Everybody thinking he would be replaced by a woman who's the president of Andalucía, which remains in socialist hands after a long, long time. But in fact, he was able to recover the leadership in May of last year. And I mention him because one of the things about socialist parties, of course, is that we can all come up with interesting critiques of what socialism, what social democracy, social democratic parties have done wrong. But far more difficult is to suggest, you know, what needs to be done. Yeah, not just
Why does the left lose? But what does the left need to do, yeah, in order to win? How does it need to change? And to be fair to Sanchez, I mean, I've been skimming a document that he produced. It's for, called We Are Socialists, for a New Social Democracy. He brought it out just before the leadership election last year. And he picked out a few things that I think are quite interesting. And he talked about, it's a sort of shift to the left within the party, rejection of pragmatism. The idea of more of the same would no longer fit. That social democracy should be more than the technocratic manager of the status quo. All similar, you know, themes that I'm sure you'll recognise across other parties. The need to translate into action principles and values challenging the current neoliberal social and economic model. Now, I think this seems obvious, but I do think that a lot of the things that social democrats are tied to, most particularly the welfare state, I do think a greater fist can be made of defending these things. I think that there is, in my country, in the UK at the moment, the National Health Service seems to be really in crisis. And I think there is room there to appeal to people to prevent the dismantling of what we have left. So the rank-and-file members are the people who actually put Sanchez back into office as well. The party tends, many parties do, to be very top-down and to indicate who the apparatus's preferred candidate is. But in fact, the rank-and-file members of the party rejected that choice and went for this guy who, as I say, had resigned several months before, but came back as his own person in a strengthened position. So what we have here is a leader challenged by more centrist elements within the party, but able to triumph. A little bit like, dare I say, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn went through two challenges to his leadership, but won through. So we do have a bit of a pattern here across Western Europe. Another obvious thing is need to defend the public sphere. Only an empowered state can deliver. And of course, the thing that we're all going to be talking about this evening, I'll finish now because I know we've got other people speaking, but the idea of the difficulty that social democracy has had in coming up with an alternative project. As I think Sherry Berman says in the book, in the conclusion of our book, she says something like, unless it does come up with this alternative project, it deserves to fail. Social democrats deserve to lose elections. Just to finish with the famous line from Bad Godesberg, the German conference in 1959 of the SPD, and he talks about as much market as possible, as much state as is necessary. And maybe a return to this, yeah? Maybe I even reverse it, actually, as much market as is necessary, as much state as possible. Just to close on a critique of Podemos, some of you may have an interest in Podemos and actually see them as being the sort of standard bearers of the future, really. They're taking on the baton from this very tired social democratic party. But one thing that is included in this document is, for their part, the forces on the left, and they're very much hinting at Podemos here, should understand and accept that reforms, be they moderate or radical, gradual or swift, have to be grounded in reality. Their usefulness can't be measured on account of their possible intrinsic theoretical value. I've been to lots of conferences over recent years where Podemos has attracted a lot of academic interest, but I almost feel that the actual practical value of what they propose is lost to an extent, as everybody sort of gets lost in debating Laclau or Chantal Mouffe, who some of you will have heard of. So what we're talking about is coming up with being able to come up with policies which transform into practical, realizable policies. It seems very, very easy to say, but very obviously very difficult to bring into reality. My colleagues, hopefully speaking after me, will speak a little bit about how to do so. I'll leave that there. Thank you. Paul, thank you so much, and
as already mentioned, we will switch to Dutch now. And maybe good that you will sit next to Jante, because she's going to translate. And that gives you the possibility to respond at the end of this session to what has been said. Otherwise, it would be difficult to follow. Ik ga de vier mensen introduceren die met ons in gesprek gaan. En ik hoop ook met jullie. We zijn een klein gezelschap. Ik heb zometeen ook een microfoon. Dus we kunnen gewoon met elkaar een gesprek voeren. En eigenlijk een onderzoek uitvoeren vanavond over wat er nou precies achter die vraag zit. Waarom het linkse blok in Nederland kleiner wordt. En daarbinnen de sociaaldemocratie aan het verliezen is. En misschien dat een aantal van jullie ook wel zeggen dat dat onzin is. Daar gaan we dat dus uitgebreid over hebben. Allereerst met vier leden uit ons panel, waarbij ik allereerst Keklik Yücel wil bedanken dat zij hier wil zijn. Want wij hadden Jan Pronk op het programma staan. Die is wegens ziekte last minute gewoon uitgevallen. En jij was zo aardig en zo attent om te zeggen, nou, dan neem ik die stoel over. En waarom vind ik het belangrijk om het even specifiek te vermelden? A, het is van fantastische flexibiliteit getuigend. Maar we vonden het ook belangrijk om iemand in ons midden te hebben die ook gewoon van binnenuit deel heeft genomen aan een coalitie. Want jij bent een Kamerlid wat voor de Partij van de Arbeid tussen 2012 en 2017 in de Kamer heeft gezeten. En alle anderen met uw welnemen, die ik zo meteen zal introduceren, die hebben een zekere distantie, een zekere wetenschap, een columnistische rol. Maar jij zat er gewoon bij. Mag ik je vragen om op de eerste stoel de gele daar plaats te nemen? Keklik Yücel. Sarah de Lange introduceer ik dan vervolgens. Jij bent bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op de zogenaamde JM Den L leerstoel. Je doet zowel onderzoek, maar je geeft ook les. Ik begrijp dat een aantal van jouw studenten hier ook aanwezig zijn. Klopt dat? Studenten, ja. Kijk, daar zitten er een aantal. Heel goed. We horen straks wel of jullie het met haar eens zijn of dat die er juist onder haar stoelpoten gezaagd wordt. Je hebt veel onderzoek verricht, onder andere naar de rol van de media, burgers en partijen in debatten rondom integratie in Europa. En ook over de deelname aan nieuwe en jonge partijen aan regeringen, hoe dat dan vervolgens afloopt. Kortom, een wetenschappelijke positie. Ik wil je ook vragen om plaats te nemen. René Cuperis, een aantal van u zal hem kennen als columnist van de Volkskrant, maar hij is daarnaast ook onderzoeker. Hij is politiek en cultuurhistoricus en verricht momenteel bij het DIA, dat is het Duits-Nederlands instituut, Duitsland-instituut eigenlijk. Doe jij vergelijkend onderzoek, een promotieonderzoek, naar de oorzaken en gevolgen van de neergang van de naoorlogse volkspartijen, kortom spot on. Je bent ook mede publicist in het boek, dat geldt overigens ook voor Sarah, je hebt er ook aan deelgenomen. Nee, sorry, maar René wel. Dus kortom, René Cuperis. Ga op de gele stoel. Eddie Terstal, die behoeft nauwelijks introductie. Als filmregisseur wel bekend, maar ook als iemand die zich regelmatig kritisch heeft uitgelaten over de positie van links in het politieke spectrum. Specifiek ook de Partij van de Arbeid, waarbij je nog wel steeds lid van bent. Dus een kritisch lid aan de linkerkant. En wat dat dan precies is, die linkerkant, dat horen we straks uit jouw eigen mond. Eddie Terstal. Misschien dan maar eerst eens even die belangrijke vraag op tafel leggend, waarom wij tegen verlies aankijken. De hoofdvraag proberen we toch vanavond te beantwoorden. Er werd eigenlijk al door Rob meteen gezegd, er zijn verschillende lagen die er onderscheiden moeten worden. Er is niet één analyse waarom het misgaat. Het gaat over de rol van de macht die op verschillende manieren soms onhandig is uitgespeeld, waardoor je niet deel kan nemen aan een regering. Het gaat over het leiderschap, degene die de tent moet trekken en die wel of niet in staat is om mensen voor zich te winnen. Maar het gaat ook om gebrek aan goede en nieuwe ideeën. Jelis, mag ik met jou beginnen? Wat is voor jou de belangrijkste reden als je de analyse van het verlies moet maken? En dat geldt zowel voor het verlies van de Tweede Kamerverkiezingen, maar nu ook onlangs natuurlijk zeer recent de lokale verkiezingen. Van heel links of... Nou, laten we het even specifiek op heel links hebben in brede zin, maar dan vervolgens ook even focussen op de Partij van de Arbeid. Ja. Nogmaals, ik kom hier flexibel invallen, dus ik ga mijn best doen. Maar goed, meestal worden de verhalen echter en de antwoorden authentieker als je het niet goed voorbereid hebt. Dus dat gaat vast goed komen, ja. Ik denk dat het voor de vuistwerk drie hoofdoorzaken heeft. Eentje dat eigenlijk sinds Fortuyn, maar daarvoor begon het al, dat je steeds breder en consequenter en continu hoorde, we weten niet meer waar de Partij van de Arbeid voor staat. Nu heb ik het even over de Partij van de Arbeid. Dus dat is al sinds 2002?
Daarvoor begon het al een beetje, maar dat was het ondergronds, onder huid. En daarna sprak men het vaker uit. We weten niet meer voor welke waarden de Partij van de Arbeid, Sociaal Democratie staat. Nou, en iedere keer met een goede campagne, met een goede lijsttrekkerswissels, met een goede optredens, hebben we het toch gered, heel vaak. Maar nu ging het eigenlijk mis, zoals het eigenlijk al gezien de ontwikkelingen al eerder goed mis had kunnen moeten gaan. Het zat wat jou betreft al langer in de lucht. Ja, het is zo vastgezet, het idee, wat je hoort van heel veel mensen. We weten, jullie zijn niet meer herkenbaar. En is dat dan ook zo dat wij op waarden, waar de sociaaldemocratie juist op politiek zou moeten bedrijven, dat dat inderdaad al die jaren afwezig is geweest? Nou, dat is deels waar, maar deels ook niet waar. Dus deels hebben we ook verkeerde keuzes gemaakt. Kijk, een voorbeeld is misschien die sociale leenstelsel. Op papier klopt die, is die hartstikke sociaal-democratisch. Maar in de beleving van mensen is het niet sociaal-democratisch. Dus mensen beleven het niet als links. En ja, dus werd als een beperking van de toegang tot de universiteit en hogescholen beschouwd. Het werd niet gevoeld als een sociaal-democratische methode. Nee, terwijl het methode. Op papier juist de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En dus daar is ergens goed in misgegaan. Het is heel erg de papieren sociaal-democratie of de sociaal-democratie van mensen die het op papier en theoretisch heel mooi kunnen uitdenken. Maar eigenlijk heel veel actieve politici die geen feeling meer hadden met mensen waar die maatregelen uitwerking op hebben. Ik zeg altijd, als je achterstandswijken of een bepaalde sociaal-economische klasse moet voelen, moet bezoeken, uit het werk bezoeken, moet leren kennen, dan gaat het al niet goed. Je komt er niet meer vandaan. Je moet er tussenin zitten om te voelen hoe dingen aankomen. En een andere oorzaak is denk ik ook dat we ook heel veel van onze uitgangspunten hebben laten varen. Zeker als het gaat om de seculiere uitgangspunten van de sociaaldemocratie. Die zijn eigenlijk helemaal op de achtergrond weggedrukt en heel actief soms. En ook in de afgelopen periode dat ik in de Kamer zat, heb ik dat zelf ook natuurlijk van binnenuit als geen ander steeds ervaren. En, kun je dat expliciet maken dan? Wat bedoel je dan het marchanderen met die seculiere waarden? Te veel ruimte geven aan religieuze aspecten? Waar heb je het dan over? Nou ja, als er bijvoorbeeld Shirin Moussa, kennen jullie zeker als Bali publiek, denk ik. En mensen hier, die kennen haar heel goed natuurlijk. En zij kwam bijvoorbeeld, ik had haar uitgenodigd met een aantal vrouwen die ook gedwongen in een huwelijk vastzaten, om juist die echte verhalen van vrouwen die zich hadden ontworsteld en welke problemen en onderdrukking ze hadden meegemaakt, om die één op één te laten vertellen. In dit geval was het Lodewijk Asscher, die was minister integratie, maar ook een andere. En daar probeer je dan politieke vertaling aan te geven door bijvoorbeeld een motie te maken op we moeten zorgen dat imams, als ze in Nederland komen werken, de democratische rechtsstaat, maar ook het huwelijksrecht hier respecteren, dat ze zich daaraan houden en dat ze zich daar ook op laten aanspreken, dat ze daarop verantwoording afleggen. Als je dat soort moties probeerde te maken, dan merkte je ook in de fractie, dat heb ik ook al vaker gezegd, dan kreeg je bijvoorbeeld van de nu denk jongens heel vaak tegenstand van nee, daar moeten we het allemaal niet over hebben, dat gaat toch allemaal goed. De echte debatten over integratie, dat zal bij GroenLinks vermoedelijk niet anders zijn en bij de SP ook niet, die vinden eigenlijk plaats in de fractie zelf. Ja. En jij miste dus eigenlijk de standvastigheid om op een aantal van die seculiere uitgangspunten vast te houden. Nou, kijk, de sociaaldemocratie en de links, die is niet op aarde om de religies te emanciperen, maar individuen te emanciperen. Of ze nou wel religieus zijn of niet. Of ze nou man of vrouw zijn. Of ze nou homo of hetero zijn, oud of jong. Het gaat om de emancipatie en de verheffing en de vooruitgang van individuen. Ja. Juist ongeacht je achtergrond. En als je verschil gaat maken in onderdrukking, of dat ernstig is of niet, afhankelijk van de achtergrond, dan gaat er goed iets mis. Dat is juist helemaal dwars tegen het DNA van links in. Okay. En dat
dat duidelijk voelen met elkaar in binnen de Partij van de Arbeid, maar over heel links, dat is zo langzamerhand helemaal weggeraakt. En dat is echt heel zorgelijk. Maar je hebt het bijna over het ontbreken van een kompas waar eigenlijk die waarden over zouden moeten gaan. En ja, en heel vaak is het wel met goede bedoelingen. Juist om ook mensen met een andere religie goed mee te laten doen en gelijkwaardige positie te laten bemachtigen. Maar vrijheid en gelijkwaardigheid in mijn beleving en ook in de beleving van, denk ik, veel progressieve linkse mensen, die hebben we vooral ook te danken aan het feit dat die fundamentele verworvenheden van juist zonder achtergrond, onafhankelijk van de achtergrond, of je nou wel religieus bent of niet religieus, man of vrouw bent, dat we daar juist niet naar kijken. Dat maakt dat de een in vrijheid moslim kan zijn en de ander in vrijheid homo kan zijn. En dat allemaal naast elkaar in broederschap eigen invulling kan geven aan een leven en een toekomst. En als je dat verliest, dan verlies je juist die vrijheid. En juist de kern waarop de sociaaldemocratie, de emancipatie en de gelijkwaardigheid überhaupt voor mensen kan bewerkstelligen. Okay. Dat fundament raak je kwijt. Nou, je geeft al een drietal belangrijke oorzaken wat jou betreft. Je hebt net een heel goed voorbeeld gegeven van het verliezen van het fundament over waar die gelijkwaardigheid eigenlijk vandaan komt. Vanuit een achtergrond of vanuit de individuele emancipatie. Dat heb je mooi uitgelegd. Het feit dat mensen niet meer echt geworteld zijn, niet meer uit de wijken zelf komt, maar dat je het van een werkbezoek moet hebben. En je zegt er is te veel water bij de wijn gedaan doordat we misschien ook wel te technocratisch hebben gekeken. Je gaf het leenstelsel als voorbeeld. René Couperus, mag ik even naar jou toe? Jij bent iemand die al heel lang dit discours volgt. In het boek zijn er ook best een aantal mensen die zeggen, nou ja, het heeft ook gewoon een aantal cycli. Het komt op, het gaat weer naar beneden, het komt weer terug. Er zijn ook best voorbeelden te noemen van partijen die dat de laatste jaren ook weer in succesvolle zin overwinnen. Hoe kijk jij daarnaar? Is het inderdaad een kwestie van een cyclus en langzamerhand gaan we weer omhoog? Nou, voor een deel wel. Ik heb mij in ieder geval voorgenomen om nooit meer naar sombere avondjes over de PvdA te gaan. Dus dit is een beetje de uitzondering. En hier zit je dan weer. Ja. Maar ik ga dan ook de stelling te verdedigen dat dit niet klopt. De PvdA is opgelost, ontploft in zijn bestanddelen. Maar die sociaaldemocratie heeft andere plekken gevonden. En vooral in de grote steden, Amsterdam, Utrecht, Haarlem, is de sociaaldemocratie, de PvdA, vervangen door GroenLinks. Dus hoezo heeft links niet gewonnen? Die heeft getriomfeerd in de grote steden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat maakt al dat deze stelling, we moeten heel erg oppassen, daar heb ik zelf ook wel heel lang in geloofd, in die stelling, dat de crisis van de sociaaldemocratie de crisis van de politiek in het algemeen is, of de crisis van de democratie zelfs in het algemeen. Daar moeten we een beetje mee oppassen met die stelling. Maar wat zeg je dan tegen mensen die zeggen, ja, maar als je optelt wat het aandeel is van linkse partijen, dan is dat in zijn algemeenheid gewoon aan het afnemen. Maar niet in Amsterdam, niet in de grote steden. Dus dat is landelijk geldt dat wel, maar in de grote steden, dus voor hoge opgeleiden, voor de happy few, voor de het heeft een ander hoge opgeleide, een andere verschijningsvorm. Ja, daar is de sociaaldemocratie is blijkbaar een generatiegebonden project. Dat houdt op met de babyboomers, dat heb ik al eerder voorspeld. Er wordt geen jongeren meer lid van de oude volkspartijen. En die worden op een of andere manier overgenomen door andere formaties, bewegingen, en dat zie je nu gebeuren. En de grote vraag is, dat is voor mij wel een open vraag, is dat een substituut voor de sociaaldemocratische gedachte? En nou ja, daar kun je dus verschillend over oordelen. Is DENK, is de PVV, is de Oudere Partij, is de Dierenpartij en de GroenLinks, is dat met elkaar wat eigenlijk vroeger de sociaaldemocratie was? Het is wel, je zegt het is weliswaar versplinterd, maar dat DNA zit overal in. Ja, op een bepaalde manier is dat zo. En daarmee is dus de sociaaldemocratie overbodig aan het worden in Nederland. Je hebt drie soorten links alleen al, drie smaken links. Je hebt GroenLinks, je hebt radicaal links en je hebt links-liberaal, D66. En dan heb je nog andere varianten, Dierenpartij. De grote vraag is hoort daar eigenlijk zijn daar alle smaken links mee bediend. En die sociaaldemocratie is zeker in de grote steden ontploft. Dat kun je in Amsterdam heel mooi zien. Dat was vroeger allemaal PvdA, één grote PvdA-monopoliestad. En nu heb je DENK in West, je hebt D66 in de Grachtengordel, de VVD in Zuid, je hebt GroenLinks in Watergraafsmeer. Dus je ziet een ontploffing van die PvdA in zijn bestanddelen. En ik vind het te arrogant om te zeggen dat daarmee de sociaaldemocratie dood zou zijn. Dat is misschien wel een andere vorm. En ik ben heel benieuwd hoe de jonge generatie dat gaan overnemen. Nou goed. Dus ik ga heel positief. Jij zet hier een positief narratief neer. Ja. Het is eigenlijk een kwestie van ontpoppen
De volgende partij krijgt een andere nieuwe fase. Maar het is een kwestie van fases. Sarah, mag ik jou de vraag stellen hoe je het nou kunt rijmen? Ook omdat ik me afvraag, ik kan me voorstellen dat je daar ook wetenschappelijk onderzoek naar hebt gedaan. Er werd natuurlijk lange tijd gezegd, een economische crisis is goud voor linkse partijen. Dan realiseren mensen zich weer hoe belangrijk het is dat je een linkse meerderheid nodig hebt of dat er linkse tegenkracht nodig is tegenover een markt. Het succes van het boek van Piketty werd ook heel vaak gezien als het momentum dat links zich weer zou hernoemen en hernemen. En dat dat eigenlijk een golf zou veroorzaken van weer hernieuwd enthousiasme. Dat is uitgebleven. Hoe verklaar je dat? Nou ja, het onderzoek laat zien dat in sociaal-economisch zware tijden er eigenlijk meer op conservatief-liberale partijen gestemd wordt dan op linkse partijen. Van oudsher. Van oudsher, door de hele geschiedenis heen. Ook buiten Europa, ook bij de Republikeinen in de VS zie je dat terug. Omdat kiezers vaak geloven dat dat soort partijen er beter in slagen om te bezuinigen in zo'n context. Ja, die worden meer geloofd op hun portemonneekant. Ja. Ja. Zo simpel is het. Oké, zo simpel is het. Ja. Met andere woorden, links profiteert nooit van een crisis. Het is lastig. Het is heel lastig om daarvan te profiteren. Zeker als je jezelf inderdaad heel erg beperkt ziet door de spelregels die net geschetst werden. Door de technocratische context waarin je als bestuurderspartij vindt. En dat is ook wel iets wat ik de sociaaldemocratie in de vorm van de PvdA ook wel verwijt. Dat zij het vermogen om buiten de strakke kaders te denken gewoon door de tijd heen verloren hebben. En te denken aan vernieuwende oplossingen voor bestaande problemen. Maar als ik jou dus zo beluister, iemand met een beetje historische kennis binnen de sociaaldemocratie zou nooit in een coalitie zijn gaan zitten in crisistijd met de VVD. Dat was inderdaad niet een verstandige beslissing. Om meerdere redenen. Niet alleen de coalitie als zodanig, maar ook het type akkoord dat er is gesloten. Want daar is aan beide kanten een misvatting heeft daar bestaan. Namelijk dat een uitruil akkoord beide partijen zou laten profiteren. En dat kan werken op het moment dat je uitruilt over issues die heel erg verschillend van belang zijn voor beide partijen. Denk aan wat er geprobeerd is met PVV als gedoogpartner. Kijk, als één partij heel erg hecht aan immigratie en integratie en de andere hecht heel erg aan sociaal-economische hervormingen, dan kan dat wel. Maar als je alle twee eigenlijk aan allerlei soorten sociaal-economisch beleid hecht, kan je daar binnen niet met elkaar uitruilen. Het is niet zo dat je onderwijs kan uitruilen tegen woningmarktbeleid of iets van die aard. Ja, dan krijg je inderdaad de situatie dat je iets moet uitleggen waarvan heel veel mensen zeggen, waar staan jullie nog voor? Nou ja, en ook dat heb je nu weggegeven, maar dat vonden wij eigenlijk heel belangrijk. Ja. En waarom heb je dat dan weggegeven? Wat heb je ervoor teruggekregen? Oké. Nou, we hebben een aantal varianten gehoord waarbij de meest optimistische er een is dat het een scattered Partij van de Arbeid heeft opgeleverd en dat het overal zit. Aan de andere kant dat je van een crisis in ieder geval de les te trekken niet kunt winnen als linkse partij of als linkse beweging. En dat het dus misschien niet zo verstandig was om die coalitie te sluiten, zeker niet onder de condities waarop het is gebeurd. Edith Herstal, jij volgt de Partij van de Arbeid en ook de linkse politiek in brede zin al vrij lang. Ik heb de indruk dat jij daar steeds een beetje somberder over bent geworden. Nou, niet over de noodzaak van sociaaldemocratie, want ik vind het, anders dan René zegt, vind ik dat wel een essentieel deel van het palet van een maatschappelijk progressieve beweging. Ook omdat verheffing daar een belangrijke rol speelt. En dat kan je bij partijen als GroenLinks niet zeggen. Dat is een volkomen blanke partij. En de mensen die erop stemmen zijn over het algemeen hebben goede banen, hebben geen problemen en leven in wijken waar de problemen nauwelijks zijn. Hetzelfde geldt voor D66, een volkomen witte partij. Partij van de Arbeid was juist datgene waar het gremium waarop zeg maar, die verheffing had moeten plaatsvinden. En dat is onvoldoende gebeurd, omdat men veel te weinig naar het individu heeft gekeken. Kekkelijk heeft daar volkomen gelijk in. Het gaat om individuele emancipatie. Partij van de Arbeid, de sociaaldemocratie, maar eigenlijk de hele progressieve beweging, die heeft supranationale ideeën over vrouwenrechten, over homorechten, over emancipatie in het algemeen, over secularisme. En dat hadden ze ook als zodanig moeten benaderen. En dat hadden ze ook op een nieuwe gemeenschap in Nederland, hadden ze datzelfde moeten gunnen als dat ze zelf hebben doorgemaakt. En dat hebben ze onvoldoende gedaan. En ze hebben eigenlijk veel te veel ruimte gegeven aan rechtstheocratische
clubs die de partij binnengeslopen zijn en de partij van binnenuit hebben geërodeerd. Nou, het is opmerkelijk dat je bij de toen nog LPF eigenlijk de eerste momenten zag dat deze kritiek werd geleverd op vooral de Partij van de Arbeid. Ja. Er werd toen heel defensief op gereageerd. Ja, dat was niet verstandig, want ik denk dat dat... Als je een politiek-demografische kaart over Nederland legt, dan zie je dat zeg maar nog heel weinig arme mensen op links stemmen. De arme mensen stemmen over het algemeen identitair. Soms is dat tegen hun eigen portemonnee in. Maar je ziet dat met name PVV en DENK, wat dus de belangrijkste rechtse partijen zijn die daarvan profiteren. Die zijn sociaal-economisch vaak weer een beetje links. Maar men stemt identitair. En dat is iets wat men onvoldoende heeft beseft. Het is heel vaak zo, en dat generaliseer ik even, een karikatuur helpt de discussie een beetje. Is dat heel vaak mensen uit oude wijken zijn weggedreven door enorme prijzen. Door mensen die heel rijk zijn, die een goede baan hebben. Die het zich kunnen permitteren om een zeer optimistisch postmodern wereldbeeld te hebben. Die dus geen idee hebben wat er dus speelt in de rest van het land. De arbeiders worden verdrongen naar gebieden die problematischer zijn. Dus zeg maar de arbeiders van allochtonen en autochtonen komaf. Die worden eigenlijk samen in één gebied gezet, een problematisch gebied. En dat is in Nederland nog veel minder het geval. Maar daar vonden ook de maatschappelijke botsingen plaats. De landen om ons heen is het allemaal vele malen erger. Maar daar vonden dus ook de maatschappelijke botsingen uiteraard. Maar ook nog eens een keer, de mensen hadden ook nog het gevoel dat ze dus en uit de oude wijken zijn verdreven naar slechtere wijken toe. Door degene die goede baan hebben in zichzelf links noemden. Vaak ook toch nog een beetje uitgelachen werden. Ook een beetje bespot door hun cabaretiers. En ook nog beschuldigingen over zich heen kregen. En ik denk, ja, dan op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in om jezelf nog links te noemen. Terwijl eigenlijk, dat is ons electoraat. Daar moeten we zowel die allochtonen als autochtonen Nederlanders die het wat moeilijker hebben, daar moeten we voor opkomen. En bij de autochtonen denk ik dat je gewoon hun klachten serieus neemt. Dus niet zeg maar de onderbuik, elke onderbuik noemen of bezorgde burger een beetje belachelijk maken. Maar dat zijn ook de mensen die het zware werk vaak doen, weet je. En die hebben geen zin erin om bespot te worden door mensen die het veel beter hebben dan zij. Maar goed, je hebt het nu bijna over een, laat ik maar zeggen, sociale klassenstrijd. Die eigenlijk andersom is gaan werken. Niet zozeer. Nou ja, goed, rechts. Bot gestemd, arm rechts en rijk stemt links. Ja, maar andersom zeg je ook. Er ontstond een nieuwe, hogere sociale klasse. Ja. Die de verdringing veroorzaakt. Die de cultuurstrijd hadden gewonnen. En die in plaats van dat ze mee de verheffing gaf, er eigenlijk op afgaf. Als je daar aan de onderkant bleef zitten. Ik vind dat, laten we postmodern links. Ik hou niet van dat soort termen. Maar laten we zeggen, het links dat cultuurrelativistisch denkt. En dat vanuit een soort globale versie denk dat alle cultuur en alles gelijk is. Terwijl ze zelf van de vrijheden profiteren en daar geen cent van zou willen weggeven. Ik denk dat die naar allochtone gemeenschappen uitermate racistisch zijn. Ik denk dat de mensen toch zien dat het toch buiten hun goede wijken toch een soort Serengeti zien. Dat die mensen dus zeg maar met een beperkter pakket aan vrijheden af kunnen. En dat heet dan, de Engelsen noemen dat de racism of lower expectations. Majid Nawaz die schermt daar vaak mee, ik denk terecht. En in Nederland heet het dan betuttelracisme. Ik denk dat dat heel breed aanwezig is bij links. En het is vaak zelfs zo... Herken je dat, Keeklik? Ja. En ik vind het pijnlijker. Racisme is heel erg. Is natuurlijk, dat hoeven we niet extra te onderstrepen. Is natuurlijk vreselijk. Maar het betuttelracisme vind ik ergens nog pijnlijker. Want dat, van racisme weet je, er zit een fout idee achter. En daar ben ik het niet mee eens. Een verkeerde maatschappijvisie, een verkeerde mensvisie. Daar kan je nog rationeel iets mee. Maar het betuttelracisme, dat gaat al vanzelf niet uit van jouw volwaardigheid. Van jouw gelijkwaardigheid. Ja. Die vind ik nog veel pijnlijker. En dat zit in links heel erg. Nou, dan zou je bijna zeggen dat opnieuw die kernwaarden van links, of meer specifiek de sociaaldemocratie, van gelijkwaardigheid, ook door deze groep helemaal niet echt beleden wordt. Dat is dus alleen maar voor de bühne. Dat is weer te makkelijk. De gelijkwaardigheid, dat komt vaak wel uit de tenen. Hè, wat ik heb gezien bij collega-politici en partijgenoten en anderen. Ja, maar op het moment dat degene die met een andere achtergrond in jouw fractie zit, of in jouw bestuurszetting, of in jouw discussiegroepje,
En je merkt dat iemand ook gewoon een autonome, authentieke opvatting heeft en een invulling heeft en een visie naar voren brengt. Dat is men niet gewend. Men is. Ik chargeer nu wel eventjes, maar het is wel heel snel zo dat je in de politiek met een migratieachtergrond vooral dat eerst bent. Maar Sarah, gaat het dan niet nog een slag verder? Ik pak hem even door. Het is niet alleen een kwestie van of iemand wel of niet een niet-westerse of een niet-Nederlandse achtergrond heeft. Eddie zegt eigenlijk ook, het gaat ook over opleiding. En als je niet tot die groep behoort die hoog is opgeleid, die postmodern denkt, dan is er eigenlijk ook al sprake van een niet gelijkwaardige kijk. Ja, postmodern is een moeilijke term. Ik zeg goed, weet je, wat ik denk dat jij het wel begrijpt, cultural Marxism is ook een onzin. Ik denk dat het cultuurrelativisme beter is. Ja, ik vind dat er nu wel een hele simpele analyse gemaakt wordt van het probleem. Dat is altijd goed om het weer uit te vergroten. Dat gaf ik al aan, hè? Die kon er gek al aan. Ga door. Laten we vooropstellen, de PvdA is natuurlijk al sinds de jaren 80 langzaam tot een middenklassepartij verworden. Dus het weglopen van bepaalde lagere klassen en lager opgeleide is ook al heel langzaam in die periode ingezet. SP 92, 94, lang voordat er sprake was van identiteitspolitiek in Nederland. En het is ook niet zo. En dat laat veel onderzoek zien. En dat is echt een misverstand dat ook met name bij veel sociaal-democratische partijen. Het is niet zo dat de stemmers van PVV, LPF, andere radicaal-rechtspopulistische partijen, dat die allemaal van de sociaal-democratie komen. Sterker nog, in Nederland komen die voor een belangrijk deel van CDA en VVD. Dus in die zin zitten die kiezerstromen echt een stuk complexer in elkaar. En het is niet zo dat de opkomst van die radicaal-rechtspopulistische partijen gelijk staat aan het verlies staat van de sociaaldemocratie. Sterker nog, het feit dat binnen de sociaaldemocratie wel die analyse is gemaakt, heeft er deels toe geleid dat op de langere termijn ook veel hoger opgeleide en migranten weg zijn gegaan. Want zij konden zich juist niet vinden in dat soort radicaal rechts light dat er soms toch insloopt. Maar ik denk dat niet waar is. Nou ja, Sarah, die baseert zich op onderzoek. Ja, maar oké. Okay, laten we hier vanavond afspreken dat onderzoek toch wel niet alleen maar de vraagstelling is. En het is wel dat. Kijk, je moet het ook breder zien dan Nederland. Hè. Ik heb in veel, de afgelopen 2-3 jaar ben ik in veel Europese steden geweest waar het veel problematischer allemaal is, waar veel meer polarisatie, veel meer slechtere wijken zijn dan hier. Dat heeft over verschillende redenen. In Frankrijk hebben ze die wijken een beetje laten verrotten. In België ook, in Zweden of in Groot-Brittannië zijn ze juist weer te politiek correct geweest. Ik denk dat in Nederland, doordat we een soort mix hadden tussen vogelarisme en bolkesteinisme, ik denk dat we in Nederland hebben het redelijk goed onder controle. En ik denk, wij kunnen onze slechte wijken nog bij naam noemen. Hè? Ik bedoel, die komen ook geregeld in het nieuws. Maar ik denk juist dat het. Wat zo is, ik denk als je je moet als progressief mens moet je altijd voor alle gemeenschappen moet je staan voor verheffing. Dat betekent dat je vanuit de reden redeneert, vanuit de moderniteit. Dat je wil proberen mensen eigenlijk laat los te weken uit een conservatief keurslijf. Dat je ze in ieder geval de kans geeft om zeg maar met meer gemengd gedachtegoed in aanraking te komen. En dat is in vanuit links in Nederland onvoldoende gebeurd. Het zijn geen nieuwe discussies. Hè? Ja. We zijn al 10, 15 jaar bezig om in die sociale democratie alle verbindende krachten te ontwikkelen, uit te denken. Dat werkt niet. Daar zijn we 20 jaar mee bezig. Die oude wijken. Er zijn hele nieuwe scheidslijnen in onze samenleving ontstaan door de modernisering. Bijvoorbeeld het globaliseringsconflict tussen hoogopgeleide en laagopgeleide, wat dwars door die volkspartijen heen loopt. Dat zie je gewoon gebeuren. Dat is een van de redenen why the social democracy is losing. Die volkspartijen bestaan niet meer. Die lijm van die volkspartijen is kapot. Maar René, mag we daar even op inzoomen? Want het is een belangrijk deel van ons gesprek. Even de vraag. Okay. Je zou kunnen zeggen, er zijn nog steeds wel een aantal belangrijke afspraken die dat wel zouden bilijken. Om te beginnen de verzorgingsstaat, die we met elkaar financieren en betalen. Dat is zo'n gezamenlijke afspraak, gebaseerd op de consensus van volkspartijen, die toch, heb ik de indruk, niet in meerderheid bestreden wordt. Maar onze traditionele achterban voelt zich verraden door de sociaaldemocratie bij het behoud en de zekerheden van de verzorgingsstaat sinds de jaren 80. Dus dat is volgens mij een van de hoofdredenen waarom de sociaaldemocratie geloofwaardigheid verloren heeft.
Kijk, de sociaaldemocratie was de baas in de jaren 30, jaren 50. Hè? We hadden een sociaaldemocratische orde na de oorlog. Daar is toen een crisis in gekomen in de jaren 80 met Thatcher, Reagan en Kohl en noem het allemaal maar op. En er is eigenlijk nooit een correctie gekomen op die aanslag op de sociaaldemocratische orde. Elke keer heeft het electoraat geprobeerd de sociaaldemocratie aan te tikken om een correctie opnieuw te laten zien. Zelfs Samson werd massaal gesteund door links om de correctie te zijn op Rutte en Wilders. Nou nee, ja. En steeds raakte het electoraat teleurgesteld dat die correctie niet kwam. Ja, daar ben ik het wel. En dat is volgens mij een van de grootste, diepere oorzaken van het gebrek aan geloofwaardigheid. En op de integratie en op alles eigenlijk. Dat vind ik ook, dat vat je heel mooi samen. Maar daarnaast vind ik ook, denk ik, wat ik om me heen heb gezien is dat juist als het gaat om de normatieve kant van de sociaaldemocratie op verworven vrijheden, op uitgangspunten die als vanzelfsprekend bij een progressief links horen of en bij dat een sociaaldemocratie horen. Dat is juist de linkerkant van de partij aan die de linkerkant, dat we daar niet duidelijk in zijn geweest, ongeloofwaardig in zijn geweest. Maar jullie noemen nu twee hele belangrijke voorbeelden. Heeft ook gemaakt dat heel veel progressieve stemmers weggelopen zijn die nog net misschien wel konden leven met... Jullie noemen nu twee hele belangrijke voorbeelden. Dat minder, en die minder hele twee belangrijke voorbeelden waarbij je zegt, het is wel een materiële belofte die niet meer is gecorrigeerd, als een immateriële belofte op het normen- en waardekader. Ja. Met andere woorden, dan is inderdaad de geloofwaardigheidscrisis compleet. Ja, ik geef mezelf even als voorbeeld. Hè. Rotterdam bijvoorbeeld, die heeft een linkspact, hadden ze gesloten met NIDA. Ik zeg heel eerlijk, als ik in Rotterdam had gewoond, ik ben een diehard sociaaldemocraat. Dat zijn mijn uitgangspunten. Maar dan hadden ze mij ook weggeduwd in Rotterdam. Ja. Ja. Dat is wel pijnlijk. En dat komt omdat NIDA, dat is geen linkse partij zoals wij vanuit de sociaaldemocratie of vanuit GroenLinks of vanuit de SP voor ons zien. En waar je nog wel een bondgenootschap mee kan hebben. Maar NIDA's pamflet begint en eindigt met wij moslims, wij islamieten, onze religie. Daar is het mee doorspekt, het hele pamflet. Dat is een religieus islamisme. Als je daar een links pact mee gaat sluiten, doordat je nog niet goed gevoel hebt bij die partij, of niet weet, of ze doen zich anders voor. Maar heel veel andere progressieve mensen, die juist die fundamenten wel heel erg belangrijk vinden van secularisme en juist ver weg van het politieke islamisme willen blijven, omdat ze daar of veel over weten, of dat in hun historie veel over hebben gelezen of meegemaakt. Die schrikken zich kapot dat links dat doet. En dat is echt... Dan toch terug, Sarah, naar het kompas, wat klaarblijkelijk onklaar is gemaakt. Zowel op die ethische immateriële als op die materiële waarde. Hoe kan dat dan? We waren daar toch allemaal bij, zou je zeggen. Al die types die hebben toch ook niet bepaald onkunde achter hun naam staan. Ja, ik denk dat daar ten dele toch een zeker onbegrip voor inderdaad die grote maatschappelijke transformaties die René beschreef aan de grondslag ligt. Maar dat daar ook ten dele een soort starheid in de partijorganisatie aan ten grondslag ligt. Dus wat we toch gezien hebben binnen de PvdA is dat daar een zekere... beroepspolitici, dat zal niet voor iedereen in de Kamer gelden, maar voor zo'n soort carrière-politici zijn opgekomen, die inderdaad op geen enkele manier die voeling hebben met de samenleving, met de ontwikkelingen die daar plaatsvinden en ook hun kompas dus niet zo scherp hebben afgesteld. Ja, dat zie je bij alle grote partijen. Ja. Dat zien we ook bij D66 en de VVD ook. Ja. Er komen altijd veel opportunisten op af dan. Ja. Nou, niet alleen opportunisten. Je hebt een open partij nodig met een open structuur en een hele dynamische omgeving. Wil je dit? Ik bedoel, we hebben het hier over de sociaaldemocratie. Dit is de ijzeren wet van die oligarchie die op basis van Michels al heeft beschreven. En ik denk dat je die niet. Sociaaldemocratie is oorlog. En ik denk dat je dat heel erg terugziet bij de PvdA. Ja. Okay. En dat zelfs nu... Even een komma. Want ik wil ook graag jullie de kans bieden om mee te analyseren. We hebben al heel wat nagels in de doodkist geslagen. Maar misschien dat u er een aantal aan toe kan voegen. Of specifieke vragen over kwesties heeft. Zeg even wie u bent. Ik ben een avond. En ik pak even een microfoon, want anders horen we de rest hoort u niet.
Oh ja. Ja. Gaat u, ik hou hem vast. Ik ben Aafke Steenhuis. Ik ben lang redacteur van De Groene geweest. Ik heb veel geschreven over sociaaldemocratie, ook onder andere in Roodkopen. Wat mij heel erg opvalt en wat ik ook helemaal niet begrijp, is dat jullie het helemaal niet hebben over het kapitalisme dat sinds de jaren 80 heel erg veranderd is. We kregen het neoliberalisme, we kregen de sociaaldemocratie die meeging met neoliberale maatregelen van bezuinigingen, privatiseringen, flexibilisering. En dat heeft een enorme impact. Mensen zijn bang. Dus je moet veel meer naar de economie kijken en naar de globale economie. Wat er allemaal plaatsvindt. Het verdwijnen van werk, de lage lonenlanden. Ik ben op het ogenblik bezig met een boek te schrijven over containerschepen. Die al die goedkope spullen uit lage lonenlanden hier naartoe halen. Het enorme consumentisme dat gekomen is. Dus ik hoor jullie helemaal niet gewoon die grote globale analyse maken. Maar Aafke, heel even hoor, want ook een vraag dan toch aan jou, want je bent niet de eerste de beste, jij hebt die analyse wel gemaakt. Je zou dan op basis van al die ontwikkelingen die je net zojuist schetst kunnen zeggen, dan willen mensen dus juist stemmen op een sociaal-democratische partij, want ja, dat geeft ze misschien toch wat zekerheid. Ik denk dat sociaal-democratische... Ik heb zelfs Partij van de Arbeid gestemd met al mijn haar en tegen. Maar ik ben net in Bombay geweest. En als je daar de enorme armoede ziet en de totale onverschilligheid van rijke mensen voor al die mensen die op straat liggen, dood te gaan, dan denk je, oh mijn god, we hebben een sociaaldemocratie nodig. We hebben een sterke sociaaldemocratie nodig. Alleen al omdat het kapitalisme zo verschrikkelijk sterk is. Maar dan moet je in elk geval als sociaaldemocratische politicus, daar moet je heel goed over nadenken. En dat moet je de mensen uitleggen in wat voor wereld ze leven. Okay. En analyses maken. Zoals vroeger Troelstra en Domela Nieuwenhuizen en de hele die deden dat ook. Okay. Die maakten een analyse van klassenstrijd. Ik vind dat wel een mooie, ook voor het panel dat je eigenlijk aangeeft. Die context waarin alles gebeurt, wordt eigenlijk niet geschetst. Dat wordt niet meegegeven aan het electoraat. Ja. En van daaruit de politieke keuzes die je zou moeten maken. Wie kan daarop reageren? Nou, dus in het boek staat heel veel over neoliberale globalisering en kapitalisme. Dus het is een heel terecht punt dat je het aanroert. Het is wel zo, het raadsel is, je hebt natuurlijk gelijk wel met je analyse, maar wat verklaart dan waarom mensen niet stemmen op radicaal links? Radicaal anticapitalisme. Dus die linken in Duitsland, totaal onsuccesvol. SP in Nederland, onsuccesvol. Radicaal links naar Corbyn in Engeland een beetje, maar dat komt meer door de Brexit-vrees dan door het kapitalisme. Dus is dat, jij zegt waarschijnlijk, dat is gebrek aan bewustwording door politici bij burgers of zo. Hè? Maar je ziet nergens dus dat het echte radicaal linkse alternatief, het echte anti-neoliberale kapitalisme, voorbij het verraad van de sociale democratie in het neoliberalisme. Ze zegt dat Bernie Sanders in de VS als een antwoord? Ja, Sanders, beetje, maar het is toch niet de overheersende. Ja, maar die had wel grotendeels als dat verhaal. Ja, ik denk ook wel dat mensen, die zien het ook als een te grote entiteit, die wereldeconomie, de globalisering. Ja. Kapitalisme is ook veranderd. Vroeger was het gewoon, meneer A die had wat aan te bieden, meneer B wilde het kopen, meneer C had een betere aanbieding. Maar het is gewoon één groot piramidespel geworden, waar niemand meer grip op lijkt te hebben. Dus het is ook een soort van onmacht, hè? Onmacht van mensen, denk ik. En men trekt zich dan terug in identiteiten, ook om die reden. Het is gewoon simpelweg te groot om te bevatten. Maar zo groot is het niet, want alles wat jij aan je lijf hebt komt allemaal uit India, China en Nepal. Mm-hmm. En alles wat je eet komt ook uit de hele wereld. Dus die hele globalisering die zit totaal in je dagelijks leven. En dat moet je mensen denk ik veel meer duidelijk maken. Het is wel heel dichtbij. Oké, reactie van? Ja. Ik denk dat juist daarom ook mensen niet altijd heel veel kwaad inzien. Het kapitalisme, omdat de kleren die wij aan hebben, de iPhones die wij bezitten, daar hebben ook heel veel profijt van. Dus dat is ook een reden waarom mensen niet per se kiezen voor. Zolang de balans in positieve zin door blijft slaan, niks aan het handje. Ja, precies. Okay. En er komt natuurlijk in de nieuwe economie ook een middenklasse door die het aanmerkelijk beter heeft. Hè. Ik bedoel, er is nu minder armoede, er is minder illiteracy en dat soort dingen. Klik, klik. Overigens, voordat ik het vergeet, wil ik ook even dit punt maken. Ook aanhakend op het kapitalisme inderdaad.
Of het nou gaat om de markt beteugelen of vechten tegen het grootkapitaal of die sociale zekerheden voor de toekomst bestendig maken of de integratie tot een goed einde brengen in Nederland. Ik heb heel veel kritiek op de Partij van de Arbeid en heel veel kritiek op links. Maar ik heb in al die jaren dat ik zo bovenop die politiek zit ook geen enkele andere partij gezien die het beter heeft gedaan of die een beter antwoord heeft. En maar waarom worden wij gestraft? Omdat we het nog niet goed genoeg doen natuurlijk. Maar ook vooral omdat het meeste van ons wordt verwacht. Ook. Nou, dat is ook het oude boegbeeld omdat van links natuurlijk. Je organiseert je eigen teleurstelling. Of het nou gaat om het vechten tegen het grootkapitaal. Of die sociale zekerheden bestendig maken en houdbaar maken voor de toekomst. Maar ook zorgen dat al onze verworvenheden overeind blijven. Dat we die ook versterken en met elkaar doorgeven aan volgende generaties. Dat allemaal, dat is het hele concept van de sociaaldemocratie. Dus mensen mogen dat ook van ons verwachten. En we doen het gewoon niet goed genoeg. En mensen nemen dat ons, naar mijn idee, extra kwalijk. Maar ik zie ook geen alternatief. Oké, okay. Nou, daar gaan we het straks nog even over hebben. Ik wil even nog een reactie hier laten horen. Ik ga je een vraag in het Engels stellen, als het kan. Want het zal een beetje moeilijk zijn om het uit te leggen. Maar there's a general sense that a lot of the protections that the welfare state has built over the last 60 years or so, which are supposed to defend us from global capitalism, are rooted in a model of the economy that is no longer valid. And that's a lot of the reason, that's one of the main reasons why social democratic parties haven't dared to try to protect a lot of those protections, because they're job protections, which are not valid anymore. The transition, which a lot of people have been propounding for the last 5 years or so, Thomas Piketty as well, has been a transition to a basic income-oriented, a sense that there's a new way of organizing social democracy. The only candidate who has actually tried that in a major Western European election was Benoît Hamon, and it was a complete disaster. Mm-hmm. So I guess one of the questions would be, why is there no one in the Dutch political scene who has dared to try to pick up that sort of new modernist vision of what the left stands for? And secondly, if they did, would they fail just as badly as Hamon did? René, kan jij dat beantwoorden, die vraag? In Nederlands maar, hè? Ja, je kunt wel Nederlands verstaan, hè? Oké. En dan specifiek over het basisinkomen bedoel je, hè? Of als voorbeeld van... Hè? Basisinkomen is heel moeilijk voor sociaaldemocraten, die natuurlijk heel erg arbeidsgefixeerd, geobsedeerde partijbeweging zijn. Hè, dat als je ergens ruzie over wil hebben in de PvdA, moet je over basisinkomen beginnen. Dat is al 30 jaar... Terwijl inmiddels moet er voor banen gaan. Ook omdat, ook omdat er ook wel een soort meritocratisch probleem zit. Het is vaak een basisinkomen voor de not happy few. Niet voor jezelf. Niet voor je eigen klasse. Niet voor de cosmopolitische klasse. Die houdt wel banen in die nieuwe kenniseconomie. Het is een basisinkomen voor de redundant people. Voor de left behind. Wat heel sociaal lijkt. Maar wat ook een hele harde meritocratische scheiding symboliseert. Die juist ongeveer de trend van de samenleving is. Dus... Het lijkt heel modern en hip. Hè? Silicon Valley is ook bezig met de ontwikkeling van basic income. Maar er zit ook een hele harde scheidslijn in over wie wel en niet mee kunnen in de toekomst. Dus dat is volgens mij toch... Het lijkt hip en modern, maar er zit een hele harde ouderwetse sociaal-darwinistische component onder, wat mij betreft. Sorry? Ja, los van deze ideologische duiding... zie je natuurlijk wel, en dat is denk ik bij heel veel ontwikkelingen op links... dat er wel mee geëxperimenteerd wordt en dat er wel campagne mee gevoerd wordt op lokaal niveau. En dat veel van die nieuwe inzichten of innovaties van wat links gedachtegoed is... eigenlijk veel meer bottom-up komen. En dat daar ook spanning zit, omdat de sociaaldemocratie toch nog steeds wel heel erg top-down denkt... en zich organiseert en relaties aangaat. Terwijl de progressieve ideeën op dit moment heel erg van onderop kleinschalig komen. Mogen we daar dan het laatste deel van ons gesprek proberen aan te besteden? Want er wordt natuurlijk al een tijd lang gezegd dat de analyse wel te maken valt. Jullie hebben daar ook weer denk ik een aantal hele scherpzinnige en goede voorbeelden van gegeven. Die zowel op het materiële als het immateriële, op het leiderschap, op de macht allemaal verklaringen kent. Maar er werd ook al even de twee inleidingen gezegd. Het is ook een kwestie van een gebrek aan goede ideeën. Er zit geen trekkracht op... die ideologie, omdat die sleets is, omdat het niet aantrekt, omdat het niet nieuw is, omdat het geen oplossingen geeft voor misschien wel de moderne ontwikkelingen van het moderne kapitalisme. Wat zouden dan die ideeën moeten zijn? Daar hebben jullie vast over nagedacht. Die we nu niet
zien of die klaarblijkelijk door de politiek niet wordt gezien. Mag ik met jou beginnen, Eddie? Ja, nou, ik denk, even weer terug te komen op het identiteitding. Ik ben geen econoom. Hè. Ik kan er onvoldoende over zeggen. Dit is een intuïtief onderwerp. Hè. Identiteit. Ik vind niet dat links moet antwoorden op de identiteitspolitiek van nationalistisch rechts en identiteitspolitiek bijvoorbeeld van islamisten met hun eigen identiteitspolitiek om mensen zeg maar te gaan indelen in geslacht, in kleur en dat soort dingen. Ik denk dat juist links juist een nationaal verhaal moet hebben en weer aan nation building moet doen en een gemeenschappelijk verhaal van waarde van de vrijheid moet uitdragen. Dat klinkt bijna als een jaren 50-achtige sociaaldemocratie. En misschien is dat wel nodig. Nou, een beetje hippie tijd. Mm-hmm. Oké. Okay. Nation building, waarbij je eigenlijk een inclusief beeld schetst. Ja. Oké. Okay. Ja, voor mij is de magie van Europa is dat we een middenklasse samenleving zijn met elkaar. Ja, dat geldt voor Scandinavië, voor Duitsland, voor Nederland. Zij tamelijk egalitaire samenlevingen waarin je bijna niet kan zien of iemand hoog of laag is. Dat is voor mij de sociaaldemocratie. Dat is heel uniek op de wereld, want verder heb je dat nergens. In Amerika niet, in Latijns-Amerika niet, in Azië niet. En dat staat enorm onder druk. Zowel van de bovenkant, een elite die aan het wegdrijven is van die nationale verzorgingsstaten, en een onderkant, hè, die te weinig meegaat in die middenklasse. Dus mijn idee was, en daar heb ik een pleidooi voor gehouden, omstreden, want een van de problemen waarom er zo weinig ideeën uit die sociaaldemocratie voortkomen, is omdat elk idee totaal omstreden is. Dat is bijna geen meerderheidsidee. Omdat die groepen tussen hoog en laag, tussen verschillende opvattingen over integratie, die botsen. Dus daarom komt er geen lekker spannend idee uit. Mijn omstreden idee is het Deense model overnemen. Ja. Daar wil men een einde maken aan de parallele samenleving van migranten. Men wil aan extra inspanning doen via nieuwbouw, via taalonderwijs, kinderopvoeding, om het gevaar dat we een onderkast te krijgen in onze middenklasse samenleving, om die op te liften tot de Scandinavische middenklasse samenleving, om die daarmee te redden. Dat is volgens mij iets waar wij in Nederland ook naartoe moeten. Dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel met een nationaal project. Dat is heel erg hippie ook, toch? Nation building. Maar toch even, René, want daarom sloeg ik erop aan. Oh, sorry. Ik dacht, nu ga je ook iets zeggen over een ander Europees verhaal. Wat mij juist de afgelopen jaren is opgevallen, is dat het verhaal van de Europese sociaaldemocratie nooit een sociaal verhaal is, maar altijd een sociaal of een vooral economisch verhaal. Je zou ook hier een nieuw verhaal kunnen verwachten. Ja. Ik bedoel, sociaal-cultureel. Maar ook daar is sprake van Europese blues. Een van de grootste teleurstellingen voor mij ook is dat wij... Kijk, je hebt om dat kapitalisme van Afke te temmen, te lijf te gaan, heb je een grotere eenheid nodig in die mondialiserende economie. Eigenlijk Europa heb je daarvoor nodig, theoretisch. Ja. Een van de grootste tragieken van de sociaaldemocratie is dat ze haar klassieke achterban niet mee heeft kunnen nemen in het Europese project. Wie stemmen het minst bij Europese verkiezingen zijn laag opgeleide, onze traditionele kiezers. Dus die maken van Europa een eliteproject. Dat is het ook voor een deel. Dus wat we nodig zouden hebben gehad, we hebben al onze kaarten op Europa gezet als sociaaldemocraten, maar dat blijkt een project te zijn waarbij we onze achterban zijn kwijtgeraakt. Nou, maar ja, je kunt ook en dat moet hersteld worden. Dat narratief, en misschien met dat sociale van jou, maar dat is nog niet gelukt. Ik bedoel, het Europa van Frans Timmermans is er een die iemand die in 24 uur gepromoveerd wordt afdekt als hoogste chef. Dat is die vooral het project van Mark Rutte steunt, die het nog verder wil vrijmaken. En dan is dat toch inderdaad de vraag, moet je niet een alternatief narratief hebben op Europees niveau? 2019 zijn er weer Europese verkiezingen. Ik denk dat je wel een narratief moet hebben. En ik denk dat je dat ook op andere terreinen moet hebben. Maar dat het vooral een visie moet zijn van de samenleving waar je heen wil. En dat je in de huidige samenleving zoals we die kennen, voor de manier waarop je daar komt, moet accepteren dat je dat veel meer met de samenleving zelf doet. Met burgers en met alle initiatieven die zich daar ontplooien. Omdat je kan niet meer in de huidige samenleving op een soort denktafel een model schetsen van, nou ja, als we aan deze knoppen gaan draaien en het zo in elkaar steken, dan komen we er. Dat moet je met z'n allen doen. Dus je kan wel schetsen wat voor soort samenleving je wil, op basis van welke waarden, van solidariteit, tussen klassen, tussen culturele groepen en allemaal dat soort zaken. Maar hoe je daar komt, daar heb je iedereen bij nodig. Dat kan je niet als politieke partij zelf in een aantal geschriften of in een aantal denktanks zomaar neerleggen. Dus je zegt eigenlijk dat nieuwe verhaal, dat kun je niet meer als partij maken, maar dat moet je eigenlijk in een
een groter verband organiseren. Nou ja, en het maken, van het maken van het verhaal is onderdeel van je politiek. Ja, oké. Maar het schort vaak ook aan de uitvoering. Hè. Ik bedoel, het kan niet zonder de EU in de globalisering, ben ik absoluut mee eens. Maar het kan niet met deze EU. Het moet echt een EU veel meer van de burgers zijn. En het echt het breken van nationale identiteiten, dat is ook geen goed idee. Ik denk dat het Europese project echt in gevaar brengt. Hè. Het Europese project is heel erg nodig. Oké, nog een opmerking vanuit de zaal. Ja, gecombineerd met een vraag. Even aansluitend bij de poging van de sociaaldemocratie om toch ook Europa bij zich te houden. Ik denk dat we recentelijk dat in Duitsland heel duidelijk hebben gezien in de figuur van Scholz. Ik zou benieuwd zijn te horen van het panel hoe jullie naar zijn snelle reizende komeet en ook harde daling hebben gekeken. En hij staat natuurlijk in zekere zin ook symbool voor een andere ontwikkeling die we nog niet zo erg besproken hebben vandaag. De enorme hoop en verwachting die er voortdurend op een nieuwe sociaal-democratische leider wordt geprojecteerd, is in Duitsland gebeurd, in Nederland ook regelmatig. Ik vraag me vaak af, wat vertelt dat ons nou? Zit er dan niet toch ergens ook nog steeds een enorme hoop in ons dat het gaat lukken? Omdat we elke keer maar weer hopen dat die figuur de verlichting gaat brengen. Maar ja, dat wordt dan een steeds religieuzere gedachte, dat er een Messias moet opstaan. Nou ja, zo iemand als Scholz wordt ook werkelijk op die manier gelanceerd en ontvangen ook. Dat was in Nederland met Cohen natuurlijk ook heel erg. Yes, we Cohen. En heel kort geloofde iedereen daarin. Totdat bleek dat ook hij gewoon binnen... Maar een mens was. Ja. Een mens was, ja, maar ook een mens dat moest functioneren binnen de strakke kaders van hoe partijpolitiek tegenwoordig bedreven wordt. Nou is er één voorbeeld en dat is Lutz Jacobi in Nederland. Als je kijkt van wie past nou weer dat Corbijn-achtige verhaal of misschien even dat Scholz-gevoel. En dan zegt iedereen opeens heel erg ademhalend, eindelijk iemand die vanuit authenticiteit die sociaaldemocratie vormgeeft. Die zich niet houdt aan die technocratische opvatting en prompt wint zij verkiezingen. Ja. Wat leert ons dat? Dat leert ons dat we politici, volksvertegenwoordigers ook gewoon volksvertegenwoordiger moeten laten zijn. Als ze eenmaal gekozen zijn of richting het pad van gekozen worden. Als ik even kijk naar mijn ervaring in de Tweede Kamer. Zodra bijvoorbeeld, er komt een rapport over het aantal kinderen die in armoede opgroeit uit. Nou, als sociaaldemocraat, maar de meeste Nederlanders die voelen daar iets bij als ze dat lezen. Want dit kan niet, verdomme. Hè? We moeten hier iets mee. Dan wil je daar een reactie op geven. Dan moet dat langs voorlichting en dan moet dat weer daar langs. En die moet er een plasje over doen. En dan komt er een lijn terug. Waar een woordvoeringslijn waar de hele bezieling uit is. Laat staan dat het aankomt bij de mensen die gewoon de krant lezen, het nieuws zien. En dan zien ze een quote langskomen dat je het erg vindt. En dat de staatssecretaris er iets aan gaat doen. Maar er zit geen bezieling meer in. Mensen geloven het niet. Mijn ervaring is, en Lutz Jacobi was daar de personificatie van. Die liet zich er allemaal niks van aantrekken. Die zei gewoon wat ze vond en deed het ook. En mijn beste successen wat ik van buitenaf heb kunnen zien, waren ook op al die momenten dat ik ook gewoon mijn eigen verhaal deed. En dat tegen heel veel druk juist in. En alles in Den Haag werkt juist zo dat je dat niet moet doen. Nou werden de derde weggers, werden de derde weggers in Engeland, werden de control freaks genoemd. Jij schetst hier het Nederlandse equivalent. Ja, dat is mijn ervaring wat ik heb gezien. Risico om risico's te minimaliseren. En er worden ook wel eens fouten gemaakt natuurlijk. Maar als je je selectie goed doet, laat mensen gewoon ook volksvertegenwoordiger zijn. Ze kunnen heus wel een beetje aanvoelen, hè, dat je ook met je coalitiepartner rekening moet houden. Maar je moet daar ondertussen wel gewoon je verhaal doen waar je voor gekozen bent. Bijvoorbeeld toen ik voor de vrije meningsuiting stond, toen Ebru werd opgepakt. Nou, eigenlijk de krachten die dan loskomen binnen de partij, maar ook binnen de fractie, bij een deel van de fractie moet ik zeggen. Hoor. De meerderheid heeft me altijd angst. Goed gesteund. De achterban, de conservatieve achterban. En dan kom ik op het punt, zijn wij nu voor de emancipatie en voor de geruststelling van een bepaalde religieuze groep? Of zijn we juist voor het vrije woord, voor de vrijheid die bevochten is? Voor iedereen. Maar wat dat betreft is het wel een verlossing dat denken en iedereen. En dus ook emancipatorisch ook goed gewoon. En ze hebben gewoon de kans nu om op sociaal links, maar
maar maatschappelijk... Maar wij zijn nog niet helemaal verlost, maar wel voor een deel. Er zit maar die wel... hebben nu hun eigen stroming om op te stemmen. Dat is toch wel prima. Zeker. Maar aansluitend hierop, het is natuurlijk niet alleen zo dat Kamerleden weer echt volksvertegenwoordiger moeten kunnen zijn. Dat geldt ook binnen de partijen zelf. Want je ziet dezelfde controledwang bij een partijvoorzittersverkiezing, bij allerlei andere processen die plaatsvinden. Maar dat heeft ons ook Trump opgeleverd, hè? Die mentaliteit. De Democratische Partij die wilde een persen iemand uit het establishment. Terwijl het was zo evident dat Sanders veel... Die had geen spaan heel gelaten van Trump. Dus hij heeft in ieder geval duidelijk gewonnen. Nou, dus die controlfriekerigheid, die zien we, die reist ook. Die hebben we zowel in Engeland gehad. Die zit in de Europese sociaaldemocratie. Die zat dan bij de Democraten in Amerika. En daarmee eigenlijk verlies je je authenticiteit om op je intuïtie, op je politieke gevoel te kunnen werken. Mensen willen op echte mensen, echte verhalen, echte idealen. Willen ze op stemmen, nou, daar willen ze iets van. Een spelbrekende opmerking, Jesse Klaver, hoe past die hierin? Dat is vorm, ja. Is dat de meest authentieke Nederlander? Nee, dat is marketing. Er wordt hier gezegd, dat is control. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Wel, ja. Dus de meest succesvolle leider... Politiek leider van Nederland op dit moment doet het op een heel andere manier. Dat werkt bij kansrijke. Nee, mag ik heel even? Je zou kunnen zeggen, ja, in het tactisch universum is het een succes. Mm. Maar in het strategisch universum, en daar raakten we nu volgens mij aan over het langere verhaal, is het natuurlijk gewoon een tijdelijke oprisping. Ja. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar... Ja, en er zit ook wel een verschil natuurlijk. Het is heel geregisseerd. Maar heel geregisseerd rondom een partijleider, dat is iets anders dan de controledwang waar wij het over hadden. En daar zie je toch wel een verschil ook bij GroenLinks. Want ze hebben het fantastisch gedaan hier in Amsterdam. Rutger Groot-Wassings laat zich niet zoveel gelegen leggen aan Jesse Klaver. Laten we wel zijn. Die is heel authentiek, ook in heel veel opzichten. Ja. Oké, dus daar zit misschien wel meer ruimte. Die hebben daar misschien wel ook wel van geleerd dat je die ruimte nodig hebt. Nou ja, en qua historie is GroenLinks natuurlijk een veel opener en democratischer en diverse partij qua partijstructuur wat dat betreft. CPN zit er. We waren op weg naar ideeën. Hè? We hadden het al even over een nieuw nationaal, ja, ik zeg even narratief, wat bindend is. Je hebt het over een manier van leiderschap die meer authentiek en los zou moeten zijn. Het controlfriekige eraf. Een Europees verhaal, wat ook sociaal is. Dat zijn al een aantal ingrediënten. Zijn er meer ingrediënten denkbaar waarvan je zegt, nou, dat ligt eigenlijk voor het oprapen. Het is gewoon bizar dat dat niet gezien wordt. Er zijn mensen in de zaal die... Ja, ik vraag het eerst die, even... Die ook ingrediënten dan... hebben? Hè? Maar... Ja, wat je wilt. Heeft een ingrediënt? Nou, wat bijvoorbeeld een ingrediënt is, is dat je... de mensen kunt toespreken en zeggen van, nou, we hebben nog zoveel jaar in verband met de hele milieucrisis en de hele ecologische crisis die we hebben. En dat geeft, als je er goed over nadenkt, een heel ander perspectief op wat mogelijk is. Dus dat geeft een veel bescheidener levenshouding van, nou jongens, we moeten dit met elkaar zien te rooien en ja, zus en zo kunnen we het aanpakken. Ik ken een bevlogen milieuactivist die sociaal-democratisch leider was, die dit precies zei. Die heette Diederik Samson. Ik ken ook een linkse partij die dat zegt, die wat langer vooruit denkt. Dat is de Partij voor de Dieren. Ja? Een beetje in aanvulling hierop, het wordt toch al maar lastiger voor een partij in het gedrang om dit soort onwelgevallige boodschappen te brengen. Ik ben er zeer voor hoor, laat het duidelijk zijn. Maar ik denk dat die durf er juist nu ook niet steeds minder is. Nou ja, bij de Sociaaldemocraten. Je kan ook de term van why the left loses omdraaien en zeggen there's nothing to lose. Wat is er nog te verliezen eigenlijk? Nou ja, en je kan een onderscheid maken tussen de komende verkiezingen en wat je lange termijn strategie is. Want wat we natuurlijk wel zien is dat deze partijen de hele tijd bezig zijn met de eerstvolgende deadline die er aankomt. En dat men nooit denkt van, nou ja, even los van wat de komende verkiezingen gaan brengen, waar willen wij over 10 jaar zijn? Want we hebben gewoon tijd nodig om her te groeperen en ons opnieuw op te bouwen. Dus we 4 jaar. We calculeren in dat het voorlopig even niet goed gaat. Zo'n onverstoorbaarheid. Ja. Want anders ben je de hele tijd in een soort heigerige dynamiek bezig een pad te vinden dat okay. Ja, bij de eerste nieuwe ontwikkeling alweer een verkeerde afslag blijkt te zijn. Nou, qua ingrediënten, als je het hebt over beeldvorming, denk ik dat PvdA zeg maar heel veel
te winnen heeft. En ik hou daarom ook wel een pleidooi voor Diederik Samson zijn eerlijke verhaal, wat heel goed gewerkt heeft. Tot hij met de VVD moest samenwerken. Ja, precies. Maar daarna heeft hij het nooit meer opgepakt, zijn eerlijke verhaal. Hij heeft het nooit op die manier kunnen verdedigen, wat hij had moeten doen. Hij had moeten zeggen tijdens de gemeenteraadsverkiezing, kijk, ik heb jullie verteld over het eerlijke verhaal, dit is het. Ik bedoel, ik heb aan verwachtingsmanagement gedaan. Maar Sarah zegt eigenlijk, dan had je onverstoorbaarder moeten zijn. Had je misschien niet die coalitie mogelijk gemaakt. Had je misschien wat langer oppositioneel gebleven. Los van de inhoud, zeg maar, qua campagnevoering. Bijvoorbeeld de VVD heeft ook hartstikke veel fouten gemaakt qua bewindslieden en zijn hele management. Maar hij komt er telkens mee weg door gewoon goed campagne te voeren. En door om goede campagne te voeren is door optimistisch te zijn en verder te kijken. En hij heeft het over, wil je een doener of een schreeuwer? Wat de PvdA had moeten doen, is niet wat Lodewijk gedaan heeft, deze hele campagne. Hij heeft meegeschreeuwd. Hij had niet moeten meeschreeuwen. Hij had er gewoon boven moeten staan. En jongens, zo lossen we het niet op met z'n allen. Dit is het eerlijke verhaal. Dus het is ook weer toch een attitude en een manier waarop je dat vertelt. Ja, precies. Hoe Rutte dat wel gewoon iedere keer hartstikke knap doet, vind ik. Had PvdA ook beter op zijn manier aan beeldvorming moeten bijzetten. Nou ja, dan toch de vraag aan jullie als panel. Kun je daar dan wat van leren? Is het inderdaad ook een kwestie van hoe Rutte dat doet? Optimistisch, zeker zin onverstoorbaar, flex. Of kan dat niet met een sociaal-democratisch programma? Nou, mijn ervaring is wel dat in de afgelopen periode de Partij van de Arbeid op een of andere manier veel meer last had van, als je een compromis had uitgevochten, en we hebben strijd gevoerd achter de schermen, echt waar, dat eerlijke verhaal, dat is deels ook echt gerealiseerd in de zin van voor elkaar krijgen. Maar om het daarna uit te venten en naar je toe te trekken, als dit hebben we voor elkaar gekregen, dan hadden wij altijd de handrem op. Want het zou te gevoelig liggen voor de coalitiepartner. En het was veel belangrijker om het verschil voor mensen in beleid te maken, dat we het voor elkaar gingen krijgen, dan dat we zelf met de bloemen naar huis mochten. Dat was ook heel vaak aan de orde, terwijl de VVD daar veel minder last van had, ja, naar ons toe. Dus wij hebben bizar hoe wij de klappen kregen. Rutte had een keer tegen me verteld dat hij zei, wat ik ook doe, jullie krijgen de klappen. Ze komen dan bijna niet letterlijk huilend binnen. Als hij zegt van invechten in de maatschappij over jongeren in problemen, dan zeggen we, dan verliezen jullie 5 zetels. Weet je wel, er is heel veel politieke moed getoond. De Partij van de Arbeid heeft wel zijn dingen binnengehaald. En zo, dat doe je in een coalitie. Maar dat is inderdaad gek. Dat de Partij van de Arbeid is inderdaad altijd wel degene die meestal wel de klappen incasseert. Sarah, jij glimt daar lacht er een beetje bij. Zeg van ja, mooi ja, hoor. Maar ik had altijd een beetje de tegenstelde indruk. Namelijk dat de PvdA juist geneigd was om niet eerlijk toe te geven dat iets een compromis was. En dat er een concessie was gedaan. Maar dat men zich heel erg probeerde eigen te maken wat er was afgesproken. Dat men de draai ook probeerde te maken van, nou ja, eigenlijk is dit wat we sowieso wilden. En dat men precies. Kiezers begrijpen heel goed dat er compromissen gemaakt moeten worden in een coalitie. En daar kan je ook best eerlijk over zijn als je uit kan leggen waarom je een bepaald compromis maakt en welke wat daar tegenover staat. Waarom je het doet en wat je ervoor hoopt terug te krijgen op een ander moment of op een langere termijn. We hebben het gehad over inhoud, wat er zou kunnen veranderen. We hebben het ook gehad over het leiderschap wat erbij hoort en de losheid. Tot en met het, hoe je het vertelt, dus de vorm. Ik denk dat het verstandig is dat onze twee buitenlandse gasten, die hebben meegeluisterd met een tolk in het midden, de vraag voorleggen wat voor soep ze hiervan kunnen maken. You demanded for answers and they tried to deliver that. So hopefully you can sort of make the final thought. And are you going to do this in cooperation or is it one by one or just one of the two? That already figured out. Maybe one of two. Yeah? Paul ends with some notorious ideas. Okay, Rob. Well, it's whatever you like. You can have this mic if you like. Okay. Go ahead. I'll stand. Thank you. Thank you for the translation, by the way. And sorry if the whispering was bothering you. It was a good debate, as much as I followed it and understood the points being made. And I'll just offer some reflections, really. One of the things that we do at the end of the book
is talk about a series of dilemmas. We look across all the cases and the problems, the difficulties, the things that you're talking about authenticity and leadership and policy making. These are in all the cases. This is not just a Dutch problem. This is a global problem for the center left. There are kind of issues which inevitably involve trade-offs. The issue of immigration is something that kind of has seeped through all the cases in terms of the global movement of people. And as far as we can see, or as far as I should say, I don't see a single social democratic party who's got that policy and the politics right in that. So that's a very difficult thing. So I suppose rather than offering answers, we're just the best we can try and do is describe the problems better and try and talk about the issues. I followed the discussion about leadership and the Messiah. We need a new Messiah. Hmm. In Australia, the next election in Australia, there's been a long Conservative government, but the Labour Party will probably win. And they will probably win with the world's most boring man. He's called Bill Shorten. He's the Australian Labour Party leader. He's very boring. He's not the Messiah. But if he does win, which is possible, it's because his message and his policy program is on inequality. And he is focused on inequality for middle-class people around childcare access, but he's also talking around inequality for working-class people. So if Bill Shorten does win, he's very boring, he's not very charismatic, he's not authentic, but he might win because they've put together a sustainable kind of policy package. So there are interesting things. But I guess my main reflection really is that all of the parties are grappling with these kind of questions, and maybe we need to see the parties go in different directions to see where we might win. And my final reflection, I think, is about coalition building. The big discussion we had this week is that it's probably unlikely that in most places now, unless there's a majoritarian system, that a Labour Party will win on its own. It will have to be ruled. So we will have to win ruling coalition, particularly across parts of Europe. But the question is, what's the relationship between that? And I think what was striking was the decision by the Austrian Labour Party to end a 30-year rule to consider a coalition with the far-right party. And that, to me, says something very interesting about this recognition about what does a coalition of social democracy kind of mean. So these are my reflections. Okay, thank you. Paul. Yeah, can I just pick up on that point about coalition, in actual fact? I won't need to tell you here in Holland as to what happened with the SPD recently with regard to continuing with the Grand Coalition or whatever. I don't know whether to feel happy or depressed about the fact that the SPD finally decided to go back into coalition as a junior partner. And I'd like to think that with the SPD holding the finance ministry or whatever under Merkel, that things are going to be quite good. But I think actually, ultimately, I think that it would have been better if it hadn't disrupted the whole of the European Union, which was always, of course, the big risk. If the SPD had done what their youth wing had decided to do and to actually opt out on this occasion, I don't think the SPD have really gotten much out of being in the Grand Coalition. Talking about coalitions, and with my sort of Spanish background, I can't help but mention, you know, the question of Podemos or whatever. The problem with regard to this newcomer on the Spanish political scene is that they, to some extent, have been seen as the main enemy even more than the conservative Popular Party. It remains to be seen whether the two parties can work together. For any of you who have been following this, from the other side, actually, from the other party's point of view, Podemos, they've got a very interesting guy. Some of you may have seen him or know of him, a guy called Íñigo Errejón, who is a number two in the party. I think he's the sharpest guy in the leadership by far. But this time last year, February of last year, they had a conference, they call it a citizens' assembly, where Errejón's approach was to try to forge some sort of an understanding with the socialists in order to tackle the Conservative People's Party. And his ideas were totally defeated. He's been sidelined since.
In fact, the entire leadership of Podemos, apart from Pablo Iglesias himself, and I think this says a little bit about the sort of authoritarian leadership of populist parties, have been pushed out of the way. Really important people. A woman called Carolina Bescanza is an excellent polling expert, and she said recently that she couldn't really continue in the leadership because she didn't think that the party had a project for Spain. You know, beyond, in that it's got problems with regard to the Catalan situation, which is ongoing. With regard to trying to find reasons to be cheerful, I mean, one of the things that was said from René was quoted before as saying that, you know, 20 years ago, whatever, how was it, 13 out of 15 countries or something had social democratic. I mean, one of the things that where we all talk about changing policy, trying to become more popular, I'd like to think there's still a chance of there being a kind of a cycle whereby people do eventually get fed up of the right, the way they've got fed up of the left or whatever, and that we can move on. That sounds very lame, I'm aware of that fact. But when you've gone through the hopelessness of the centre-left over recent years. But let's not be too downcast, you know, let's try to protect our values. I mean, after all, I mean, I hate to say this, I remember once I went to, I can't call it a party, it was more of a wake, after Labour were defeated once again in 1992. I remember we lost the election to the Tories, to John Major. And I went to, she's now been the MP for a long time, Siobhan McDonagh, but we lost in 1992. I remember saying that, you know, don't be too downhearted, because after all, we're in the right. Yeah, and it's very normative to say this, but I mean, I remember it kind of upsetting me in a way that this party that was coming out with, you know, a whole raft of harmful policies like privatising the railways, which is what happened, you know, after the 92 election, and has been disastrous for Britain. The fact that that the Labour Party was beaten in that context was really quite upsetting. Mm-hmm. So, despite the fact that I am relatively downbeat. Things can change quickly, and one thing that I've learned in doing my academic pieces, don't make predictions, because you soon look very, very foolish. And can I just give you, I'm going to finish with an example. Any of you who are academic here think, oh, what's he talking? I remember I was writing a piece on Spain, I was actually writing it in 2007, and I thought it would be fair enough to suggest that in the upcoming election, which was going to take place in about 3 or 4 months' time, the economy wouldn't feature, because the economy was going so well that any opposition party to the socialists would have been crazy to raise it. And I thought, no, that's a hostage to fortune. So I got rid of it. So thank God I did that, because if I'd left that in, given that the whole economy crashed several months later, I would have looked foolish. So things change quickly. Let's hope that they'll change quickly again, or even slowly would do. Paul, thank you so much. I switch to Dutch again. Ik wil jullie om te beginnen alle vier heel erg bedanken voor jullie ideeën en bijdragen over dit gesprek. Het is een soort zoektocht. Ik ben heel vaak gespreksleider in de balie gewoon van dienst. Maar ik ben in dit geval toch ook nog een beetje betrokken. En ik wil eigenlijk één ding als finale thought toch meegeven. Ik kan het niet helemaal laten, want ik was eigenlijk de hele avond dat ik dacht, het zou zo mooi zijn als we iets kunnen schetsen van een alternatief. En misschien moet je daar eerst wel iets voor dood verklaren. Misschien moet de PvdA gewoon wel dood. Maar komt er een nieuwe PvdA? En dat zou in mijn optiek de partij van de aandacht zijn. Namelijk niet een materiële, maar een immateriële oproep. Aandacht voor elkaar. En dat kan je soms materialiseren in onderwijs of in zorg. Maar ook in aandacht voor de planeet. In relatie tot waar jij net over sprak. De manier waarop we eigenlijk omgaan met onze resources en ze over de wereld jagen. En het grappige is dat aandacht een schaars goed is. En dat is volgens mij ook de reden dat heel veel mensen zich hebben afgekeerd van de politiek in brede zin. En in het bijzonder van de Partij van de Arbeid. Omdat onverschilligheid juist regeert. En dat heb jij denk ik ook het beste ervaren. Dat zich vaak vertaalt in technocratie, in op de bühne, maar niet echt. In gestures, zoals ik dat altijd maar noem. Er wordt gedanst, maar er wordt nooit echt iets gedaan. Het is alleen maar uiterlijk vertoon. En als die aandacht het aangrijpingspunt zou kunnen zijn, dan heb je misschien toch kans op een wat andere politiek. Dank jullie wel. Tot ziens. Dank je wel.